met Patrick. Hey, er is hier, het is helemaal niet goed hier hoor. Hey, ik ben bij ADO en het gaat helemaal niet goed. Er is hier brand. En er liggen hier allemaal mensen op de grond. En ik zie hier al, liggen hier geloof ik 10, 15 mensen op de grond ook. Die zijn gewond. Oefening ADO, 1, 2, 3, 4, 5 auto's onderweg. Code 10 is er gegeven. Code 10? Ja. Kijk, mooi zo. Code 10. Voor de ingang 560. Hi. Binnenbrand. Het is nog chaotisch. We hebben in ieder geval twee slachtoffers. Eén is nog niet bekend. We zijn nu aan het ontruimen. Ik voorstel dat echt de brand in de binnen gaat. Omdat dan de rookontwikkeling is over hier. Dus jullie hier je opstelplaats houden. Zorg dat de collega's hier komen. Het scenario is... paniek in menigte. Daarbij zijn een groot aantal slachtoffers gevallen. Er doen 86 lotussen mee. Die zullen dus opgevangen worden. Het zij direct vervoerd, het zij naar de gewonde verzamelplaats gebracht, later vervoerd of naar de T3-opvanglocatie. In de T3-opvanglocatie zijn er ook weer een aantal die verslechteren en die zullen alsnog naar het ziekenhuis gaan. Maar ja, dat hebben wij bedacht, maar we moeten altijd maar afwachten hoe dat verder gaat lopen. Heel veel gewonnen op dit moment binnen. Er is op dit moment een reanimatie binnen aan de gang en we zijn hier allemaal gewonnen aan het verzamelen. Oké, weet je ongeveer hoeveel gewonden er zijn? Op dit moment niet. Het GGB-model initieert eigenlijk om de patiënten zo snel mogelijk naar de ziekenhuizen te krijgen. Daarvoor heb je een bepaalde commandostructuur nodig, waar niet de workload bij één persoon komt te liggen zoals in de eerste auto. Dus is er een model ontwikkeld, landelijk, door Ambulancezorg Nederland in combinatie met de partners van de GOR. En die hebben eigenlijk bedacht dat er een commando-controle-auto is. En daaronder van een aantal taakverantwoordelijken. Taakverantwoordelijke triage, taakverantwoordelijke treatment, taakverantwoordelijke secundaire triage en taakverantwoordelijke transport vanuit de meldkamer. Taakverantwoordelijke treatment. Dus we gaan even de taakkaart pakken en dan gaan we vast voorbereiden. Hallo, heeft u ergens pijn? Ja, mijn armen doen zo zeer. Ja. Heeft u nog andere klachten aan de benen? Niet benauwd? Nee, ik ben niet benauwd. De GGB is per januari actief geworden. 1 januari is het binnen Haaglanden geactualiseerd. We hebben vorig jaar oktober een systeemoefening gehouden. Om te kijken of het systeem wat aan de planmatige kant bedacht was, ook zodanig werkt. Verbeterpunten hadden vooral te maken met het nieuwe begrip taakverantwoordelijke transport, taakverantwoordelijke treatmentbehandeling en taakverantwoordelijke triage. Dat was nog niet zo duidelijk en dan moest iedereen goed leren wat zijn rol was. En degene die daar ondersteunend aan waren, moesten ook goed weten hoe ze moesten gaan ondersteunen. Daar is op getraind, daar is op opgeleid, dus we gaan vandaag kijken of het resultaat gaat. Eigenlijk, als je heel goed kijkt, is het leerrendement van een hele grote oefening is altijd laag. Want je moet kijken op personen die je beoefent. Een grote oefening zoals dit is heel goed om af en toe te doen. Met name om inzicht te krijgen wat doet het met mensen in zo'n hectische situatie waar zoveel mensen aan deelnemen. Wij blijven. Rustig aan. Zoals jullie zien lopen hier een heel aantal waarnemers rond met oranje hesjes. Die zitten op elk proces, nemen die waar. En die komen in de evaluatie met een aantal punten die we meenemen in het evaluatierapport. Het is een hele grote oefening, daar doen we al 650 man mee. Uit elke discipline die een geneeskundige tak beoefent, dat is 1. 2. De figuranten, de lotussen. 3. De multidisciplinaire partners, brandweer, politie. En daarnaast hebben we nog de organisatie van ADO met de EHBO en de stewards. Maar ook de ziekenhuizen en de ambulancediensten oefenen daar gelijk achteraan. En als voorbeeld, trainier de Graaf Gasthuis oefent mee tot en met hun operatiekamer. Ja, nou, zo'n oefening zoals dit, zoals we dat hier doen bij ADO Den Haag, vanuit de geneeskundige tak, hebben we nog nooit gedaan. Zoveel partners, zoveel mensen die mee oefenen, zoveel ambulances. Dit is echt wel een grote oefening, wat echt veel impact heeft voor ons als geneeskundige tak, maar ook voor onze multipartners. Bizar.